Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door het uitzendbureau.nl. Hier in Emmeloord ging het afgelopen week maar om één ding. Het ging over trainer Inne Schotanus, die bekend maakte dat hij ook volgend seizoen voor de groep staat in Emmeloord. Maar vandaag gaat het weer over voetbal. Flevoboys hervat de competitie, de tweede seizoenshelft, en het begint met een thuiswedstrijd tegen Sportclub Genemuiden. Na een zwaar teleurstellende eerste seizoen zelf start Flevoboys vandaag aan de tweede. En dat wil maar één ding: klimmen op de ranglijst. Als er vandaag gewonnen wordt van Sportclub Genemuiden, dan klimmen de Emmeloorders mogelijk naar de 12e positie van de Hoofdklasse B. Maar voor we het over de wedstrijd gaan hebben, allereerst natuurlijk over Inne Schotanus. De trainer die zijn contract afgelopen week verlengde. En we gaan het over die situatie hebben met onze analist van vandaag. Dat is Kees de Munnik. Ja, welkom Kees, voormalige speler van Flevoboys. Wat dacht jij toen jij las dat Inne zijn contract verlengde? Nou, ik denk dat het goed is. Ik heb eerder wel al geluiden van de spelers gehoord dat ze echt wel tevreden zijn. En dat het absoluut niet aan de trainer ligt dat de positie op dit moment vrij laag is op de ranglijst. En dus daarom vind ik het niet verrassend dat ze nog een jaar doorgaan met Inne. Ook omdat hij net begint en nog moet bouwen aan een elftal. Wat kan dit, denk je, met de groep doen voor een bepaalde zekerheid die er nu bijvoorbeeld is? Nou ja, dat geeft altijd wel duidelijkheid natuurlijk, als jongens weten waar ze aan toe zijn. En dat ze, jongens zijn ook nog bezig met spelen hier volgend jaar nog. Gaan misschien bepaalde jongens weg. Nou ja, dat zijn wel allemaal zaken die meespelen in zo'n elftal. En die ook mede bepalend kunnen zijn na de winterstop. Ja, als jij stiekem een beetje vooruit kijkt, wat denk je dan? Welke spelers zoiets hebben van: ik blijf bij Flevoboys volgend jaar? Nou ja, ik denk dat je de vaste kern hebt, de Flevoboys jongens zelf die bij Flevoboys zullen blijven. Een Alan Bakker die misschien een keer ergens anders gaat kijken. En ja, met de jongens van buitenaf weet je het niet of ze blijven of niet. Daar heb ik op dit moment nog niks van gehoord. Nou, de kern die blijft misschien. Laten we gelijk even kijken naar de opstellingen voor vandaag. Wie moet het vandaag gaan laten zien? We zien vandaag een 4-4-2 systeem met hoogwaarschijnlijk een bepaalde ruit op het middenveld. In de punt van de aanval staan vandaag Aron Nijboer en Tjeerd Korf. Zij hebben als het ware een vrije rol. We zien aan de rechterkant Geert-Arend Roorda. Links zien we Jan Stoker. Die mag het vandaag laten zien op de links-midpositie, hoe je het wil zien. Het is nog een beetje de vraag of het 4-4-2 zal zijn of 4-3-3. Laten we allereerst, Kees, maar even ingaan op Jan Stoker, die vandaag op de links-mid-links-voorpositie gaat spelen. Ja. Dat is wel een leuke verrassing, denk ik, hè? Ik vind het wel verrassend om te zien, inderdaad, ja. En ik heb hem daar eigenlijk nog niet veel gezien. Ik heb hem 1 oefenwedstrijd daar zien spelen, toen deed hij het heel goed. Maar dat is alweer eventjes geleden, dus ik ben benieuwd hoe fit hij uit de winterstop is gekomen en hoe hij dat gaat invullen vanmiddag. Ja, Jan Stoker staat vandaag in de basis bij afwezigheid van natuurlijk William de Boer. Die klapte een dikke week geleden op de training door zijn enkel, is er vandaag dus niet bij. Frank Post ook geblesseerd. Wat denk jij hoe de opstelling eruit had gezien als die twee jongens er wel bij waren? Nou ja, als die jongens fit zijn, spelen ze sowieso, denk ik. En of ze moeten zwaar uit vorm zijn, maar William speelt altijd. Dus ja, daar moet je als trainer absoluut je op aanpassen. En dat doe je natuurlijk liever niet. Maar er staat een goed elftal en ik ben benieuwd hoe ze die 4-4-2 gaan invullen. Ik denk dat Geert-Arend niet helemaal aan de rechterkant zal spelen. Dus die zal waarschijnlijk iets meer gewoon in het middenveld komen. Waardoor Jan Stoker misschien iets verder door kan. En Tjeerd vanaf rechts gaat spelen. Er staat voldoende op het spel voor de beide ploegen. Want Flevoboys kan een aantal plaatsen stijgen. En Sportclub Genemuiden wil tot de laatste speelronde meedoen voor de titel. Heel vroeg in de wedstrijd zet Jan Stoker goed druk bij de keeper. En dan is het een open goal voor Tjeerd Korf. Maar hij ziet zijn bal van de lijn gehaald worden. Een uiterste krachtsinspanning bij Wouter van de Molen. Goed te zien in deze herhaling. Op het laatste moment tikt hij die bal voor de lijn. En dan zijn we niet veel minuten later, wanneer er wederom een kans aankomt voor Flevoboys. Zo'n goede diepe bal richting Jan Stoker. De man die toch voornamelijk linksback staat. Vandaag linksvoor. Dit levert weliswaar niet al te veel op. Namelijk een doeltrap voor Sportclub Genemuiden. Maar deze Jan Stoker stak heel veel energie in de wedstrijd. Dan Genemuiden met het afstandsschot bij Erik Rotman. En de redding van Rodney Roosink. Op deze zwabberbal van Rotman. En langzamerhand wordt zichtbaar dat Sportclub Genemuiden over veel individuele kwaliteit beschikt. Wat te denken van deze goal. Anne van der Kolk. halverwege de eerste helft is het 0-1 voor Sportclub Genemuiden. Hier natuurlijk een goede paas. Een mooi hakballetje. Jesse Betas laat zijn man lopen. In deze tijd en ruimte moet je Anne van der Kolk niet geven. Vlak voor de rust dan een mooie crosspaas in de richting van Kavak. Scholten kan hem niet tegenhouden. Maar Kavak raakt die bal hopeloos verkeerd. En dus blijft de 0-2 zo vlak voor rust Flevoboys bespaard. Vrije trap dan, begin van de tweede helft. Geert-Arend Roorda. Afvallende bal is voor Aron Nijboer. Die doet dit dan achter het stal mee langs. Kun je je afvragen of dat daar een wedstrijd voor is? En dan hier de wissel. Alan Bakker maakt na lang blessureleed zijn rentree. En Jan Stoker verlaat het veld. Speelde prima. En zo te zien wilde hij nog wel wat langer op het veld staan. Kwartier voor tijd zoekt Sportclub Genemuiden de aanval. Komt de bal hier terecht bij Kavak. En die prikt die bal heel erg subtiel binnen. In de verre hoek. Zo is deze wedstrijd toch wel beslist. Kavak, hele korte voetbeweging. Kleinstra kan iets doen. En dan heeft Kavak de hoek voor het uitkiezen. En scoort hij alweer zijn 15e treffer in dit seizoen in de Hoofdklasse B. De topscorer van de competitie. En hier kan hij zelfs zijn 16e scoren. Maar hij schiet die bal hopeloos voorlangs. In een wedstrijd waarin Sportclub Genemuiden vooral dodelijk effectief was. Dan zitten we vlak voor het einde van de wedstrijd. Komt die bal weer terecht bij Kavak. En meer leed, zoals gezegd, blijft Flevoboys bespaard. En het verschil zat er vandaag maar in één ding. Nou ja, de individuele kwaliteit, wat mij zei, de goals maken. Als je ziet... Ja, die eerste goal ook, waar die vandaan komt. De loopactie. En het is eigenlijk een eerste kans en het is direct kassa. Ik vind dat we vandaag, nee, het laatste wat meer, maar zeker de eerste fase hebben het verdedigen gewoon heel aardig voor elkaar. Alleen waar ik niet tevreden over ben vandaag is wat wij aan de bal hebben laten zien en wat we gecreëerd hebben. Neem ons eens even mee naar dat momentje waar jij heel dicht bij de openingstreffer was. Afvallende balkeeper schiet hem eigenlijk niet goed weg. En ja, open goal van wat zou het zijn, 50 meter. Maar in mijn aannames zit de bal heel kort onder me, dus ik kon hem niet goed krachtig raken. Maar op techniek probeer ik die bal nog vaak mee te geven. Maar ik stond echt met mijn handen al in de lucht. En hoe die hem uitkreeg, petje af. Dat is heel zuur. Hoe vond jij dat Jan Stoker die rol als veredeld linksvoor op zich nam? Ja, Jan had zeker de eerste helft een paar momenten dat hij er heel gevaarlijk bij zat. Ik bedoel, die kans van Tjeerd komt bij hem weg. En volgens mij was er nog een moment dat hij een goede aanname had. En volgens mij moet hij hem dan gewoon met rechtsaf maken. Maar nou, de eerste helft heeft wel een paar momenten gehad. De tweede helft is hij minder in beeld geweest. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment ook de wissel doorvoerde. Leeft in de groep ook wel het idee van, goh jongens, we staan wel heel dicht met een aantal ploegen bij elkaar. Want als jullie vandaag zouden winnen, dan stond je 12e. Ja, dat klopt. Dus ik hoop dat we daar alles voor beseffen, ook als ploeg. Dat we nog in eigen hand hebben. En dat we niet naar andere tegenstanders moeten kijken, maar gewoon naar onszelf. Wat denk je, gaat Flevoboys zich nog handhaven? Dat hoop ik wel, want ik ben mijn trainerscarrière hier begonnen, 13 jaar geleden. 4 prima jaren gehad, gepromoveerd toen weer terug in de hoofdklasse. Dus ik zou het heel fijn vinden en goed vinden om hier volgend jaar weer te zijn. Want ik zou niet graag willen, en ik gun het de mensen hier ook niet, want dat verdienen de mensen niet. Om volgend jaar toch weer in die hoofdklasse te zijn. Maar nogmaals, ja, dat gebeurt ten eerste, begint dat op de grasmat. En daar moet je het met elkaar laten zien. Dus de koppen bij elkaar houden, geen gekke dingen doen. En vooral vertrouwen in elkaar blijven houden, dat is het belangrijkste. Hoe erg hebben jullie vandaag types als Frank Post en William de Boer gemist, denk jij? Ja, super dreigen die jongens. Dus je creëert gewoon te weinig, vind ik, vandaag. En als je die jongens erbij had gehad, dan waren we een stuk gevaarlijk geweest. Dat weet ik zeker. Maar met dit strijdplan vandaag was ook niks mis. Maar ja, de tweede helft kwam de kracht tekort om ook aan te sluiten. En ja, dan loop je en loop je en loop je. Maar je zit overal net tussen. Wanneer verwacht jij weer te kunnen beschikken over William de Boer, Frank Post, zulke soort jongens, Arjen Spaan? Nou, Arjen die zit er aan te komen dat hij zijn eerste minuten weer kan gaan maken in oefenwedstrijden. Wat betreft Frank, dat zal ietsje langer duren. En ik verwacht eigenlijk William wel op korte termijn terug.